Welkom bij een nieuwe aflevering van Saranang Tori. In deze aflevering praten we met de econoom Stephen Debbie Pachat van de Vereniging van Economisten in Suriname. De Vereniging van Economisten in Suriname heeft herhaaldelijk gewezen op het destructieve economisch beleid van de NDP tijdens drie belangrijke perioden. De militaire dictatuur 1980 tot 1987, het kabinet Weidenbos 1996 tot 2000 en de regeringen van Desi Bouterse 2010 tot en met 2020. Een vaak vergeten periode is de telefooncoup van 24 december 1990, waarbij de regering Kraag in slechts 9 maanden aanzienlijke economische schade veroorzaakte, wat leidde tot pijnlijke hervormingen onder Ronald Venetiaan. Dit interview met de VES gaat dieper in op de lange termijn gevolgen van deze 4 NDP-perioden. Meneer Debbie Pachat, welkom in het programma. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Hoe heeft de NDP eigenlijk de economie van Suriname verzwakt en keer op keer voor een crisis gezorgd? Ja, laat ik het een beetje een grotere benaming geven, de regeringen van de afgelopen periode. Eigenlijk dwars door onze geschiedenis verschillende regeringen hebben keuzes gemaakt waarvan we nu nog naar heden meemaken. Eentje daarvan is structurele armoede. Dus om concreet antwoord te geven op je vraag, er is veel aan maatregelen genomen wat verkeerd heeft gewerkt. Wij als VES hebben dat op tijd geconstateerd, aanbevelingen gegeven om bepaalde dingen niet te doen, maar met name wat je wel moest doen. De overheden hebben niet geluisterd, met name ook de overheid die er zat van 2010 tot 2020. Nu zitten we met een ontzettende verlies aan koopkracht, grote armoede in de samenleving, bepaalde mensen die echt een struggle hebben om uit die armoede te komen. Dus dat is het eerste wat we constateren. Het tweede wat we constateren is dat het moeilijk is geworden om direct een formule te vinden om deze twee factoren, maar ook factoren die ons land naar een grotere hoogte moeten brengen om daar een oplossing voor te vinden. Hoe hebben de grootste economische fouten tijdens de 9 maanden van de regering Kraag ertoe geleid dat ex-president Venetiaan een zware structureel aanpassingsprogramma moest uitvoeren? Dus in de jaren 90 had Suriname nog verdragsmiddelen over, gelukkig maar. Waardoor we dus niet hoefden te gaan naar het Internationaal Monetair Fonds, wat nu wel het geval is. Het grote nadeel als je gaat naar het Internationaal Monetair Fonds is dat je niet vrij bent om je economie te herstructureren. Dus in de tijd van president Venetiaan hebben we wel met de organisatie Coopers & Lybrand nagegaan van welke maatregelen moet je voeren om de economie zo ver te krijgen. Maar door die verdragsmiddelen hebben we dus dat stukje kunnen overbruggen. Suriname was in het traject om de juiste maatregelen te nemen om de economie weer te ordenen. Helaas was dat van korte duur, dus er kwam een wat bij ons bekend staat. Dat is een telefooncoop waardoor direct en abrupt einde kwam aan de herstructurering en we eigenlijk verder het dal in kwamen. Het is eigenlijk vergelijkbaar met drijfzand. De overheid van Suriname stort je elke keer als samenleving en drijfzand. De samenleving probeert met de beste vermogens die ze hebben om eruit te komen. Maar slechte besluiten van de overheden en met name overheden met een NDP-signatuur blijven ons in drijfzand houden. En of het nu 7 maanden is of 10 jaren is, drijfzand is drijfzand. Kunt u toelichten hoe onze monetaire financiering en de rol van de Centrale Bank van Suriname in al deze periode hebben bijgedragen aan de inflatie? Ja, precies, correct. Als we graven door de ellende die is gecreëerd, sommige mensen zeggen rotzooi, maar laat het voor dit interview houden op ellende, merken we dat er 1 fundamentele ellende is, namelijk verzwakking van de Centrale Bank. In elk land heeft de Centrale Bank een heel belangrijke positie binnen het monetair gebeuren, het geld gebeuren. Vanaf 1980 is er getornd aan de soevereiniteit van de Centrale Bank doordat de overheid, het ministerie van Financiën, om één deel van de overheid te noemen, heeft een disproportioneel beroep gedaan op de Centrale Bank om monetair te financieren, zeg maar om de geldkraan open te houden, figuurlijk gesproken. En dat heeft geleid tot een ellendige ontwaarding van de SRD. Veel jonge Surinamers weten het niet, maar de oudere mensen weten dat
na de onafhankelijkheid Suriname de Surinaamse gulden had. En het beleid is dusdanig desastreus geweest dat we onze munt moesten verlaten. En we zijn vandaag de dag overgestapt op een andere munt, namelijk de Surinaamse dollar. Maar dat is niet een cosmetische ingreep geweest. Het is gewoon gekomen om een bepaald traject van monetaire ellende af te sluiten. Dus dit hebben we overgehouden omdat er een zeer nadelige indruk is gedaan op het functioneren van de Centrale Bank van Suriname, waardoor we dus depreciaties hebben gehad, ontzettende geldontwaarding. Mensen hun spaargelden zijn bijna naar nul gegaan, dat is een waarheid. Maar we zijn ook vandaag nog niet ervan af. We hebben nog steeds een de facto zwakte bij de Centrale Bank. Er is wel veel veranderd in het management, maar die ellende blijft nog steeds voortborduren. Eén bewijs daarvan is dat de Centrale Bank achterloopt met haar jaarverslagen. De VES noemt vaak de paradox van de armoedebestrijding als een belangrijk concept in het begrijpen van het NDP-beleid, waarbij populistische economische beleidsvoering wordt genoemd als een kenmerk van de NDP. Kunt u uitleggen wat hiermee wordt bedoeld en hoe dit uitte in alle vier NDP-periodes? Ja, dus helemaal terecht. Wij zijn ermee begonnen op basis van de literatuur. In Suriname is er sprake van een paradox van armoede. De samenleving kan zich herinneren, omdat het nog in recente geschiedenis is. Verschillende regeringen van Suriname, met name regeringen met een NDP-oogmerk, hebben maatregelen om armoede te bestrijden. Dat zegt men ook. We kunnen het gewoon teruggoogelen. Op YouTube staat er ook. De NDP gaat voor armoedebestrijding. Enkele van de maatregelen zijn ervoor bedoeld om de Mofinawang te beschermen. Maar het eindresultaat is dat de Mofinawang de armoede nog erger voelt aan het eind van deze periode. We hoeven alleen maar terug te gaan naar midden van Bouterse 1, Bouterse 2 periode, namelijk in 2015. Heeft de armoedebestrijding ertoe geleid dat er een ontzettende wisselkoersaanpassing kwam. Feitelijk stonden toen op de stoep van het IMF, want het programma dat er nu uitgevoerd wordt, ook al heet het in de samenleving dat het eerste IMF-programma is, maar feitelijk hebben we in 2015-16 het voor de eerste keer een IMF-programma uitgevoerd. Althans, we zouden het uitvoeren, maar het zou niet lang duren en dit is het gewoon directe gevolg van een slecht beleid van tussen 2010 en 2015. Dus het moet heden dat de overheid sociale maatregelen doorvoert om de koopkracht van de samenleving te versterken. Maar in werkelijkheid is de koopkracht dusdanig afgenomen. De spaartegoeden van burgers, de valutareserve bij de centrale bank, waardoor we dus direct na 5 jaar op de stoep van het IMF stonden. Iets wat niet wat in 2010, toen de NDP aan de macht kwam, nog niet vanzelfsprekend was. Dus slechts 5 jaar in die Bouterse 1-regering heeft ertoe gezorgd dat we dus bij het IMF moesten voorsteunen. Hoe heeft deze stijl van beleidvoering op lange termijn economische gezondheid van Suriname geschaad? En hoe verschilt dit van een meer duurzame economische benadering? Ja, precies. Dus een duurzame economische benadering die de VES propageert, becijfert, adviseert naar de regeringen. Ik wil ook direct meegeven, ook voor deze regering hebben we dat geadviseerd. We merken dat de regering het niet, de regering Santokki, het niet nauwgezet volgt, waardoor er opnieuw weer excessen zijn, disrupties zijn. Dus als je niet de juiste maatregelen op het juiste moment neemt, zorg dat ervoor dat de economie niet groeit zoals het zou moeten groeien. We hebben in de NDP-periode en de Bouterse 1 en 2-periode niet alleen maar gezien dat de economie niet groeide zoals het zou moeten groeien, maar dat er ook nog sprake was van een stagnatie. De stagnatie was dat er negatieve groeicijfers waren, toenemende werkloosheid, aanpassingen van de wisselkoers, negatieve aanpassingen van de wisselkoers, dus geldontwaarding, prijsstijging. Dus verschillende facetten die aantonen dat de economie het bijzonder slecht doet. De NDP geeft aan dat er nieuwe wind waait. Dat er een nieuwe wind waait onder mevrouw Jenny Simons. Verwacht u een nieuw beleid
met goede economische voering of verwacht u een voortzetting van dezelfde fouten die ze hebben gemaakt? Dus mevrouw Simons is natuurlijk een andere persoon dan de toenmalige leiding van de Nationale Democratische Partij. Toch moet ik daaraan toevoegen dat mevrouw Simons op dat moment parlementsvoorzitter was. Een heel belangrijke rol in onze constitutie is het de belangrijkste rol. Niet de president heeft de belangrijkste rol, maar de parlementsvoorzitter. Maar het is toch niet tot uiting gekomen. We hebben onder supervisie van mevrouw Simons gezien dat de wet op de staatsschuld verschillende keren is vertrapt. Effectief is de staatsschuld eentje waarmee we niet kunnen dealen. We zijn teruggegaan naar het IMF, geforceerd teruggegaan deze keer. Maar we merken dat anno 2024 we nog steeds geen antwoord hebben hoe we de uitstaande schuld gaan terugbetalen. Dus dat is één uitvloeisel, maar mevrouw Simons was toen wel de leidinggevende in het parlement. En had daarmee alle tools in handen om de fractie van de NDP, maar ook degenen die hebben gewerkt aan het torpederen van de wet op de staatsschuld, maar ook het niet functioneren van spaar- en stabilisatiefonds. Want natuurlijk, spaar- en stabilisatiefonds dankzij bestaansrecht aan de NDP-periode, maar in alle realiteit, er zit geen co-present in. Dus ook daar had mevrouw Simons als parlementsvoorzitter voldoende middelen om haar eigen partij, maar feitelijk het parlement en de regering tot orde te roepen. We hebben gezien dat de toenmalige minister van Financiën, maar ook facetten binnen de Centrale Bank, Postspaarbank, dat er, SZF ook, dat er besluiten werden genomen die vermoedelijk niet correct waren. Vandaag de dag weten we dat ze fout waren, maar op dat moment vermoedelijk niet correct waren. In het parlement kan je dat bijsturen. Je kan ministers vragen stellen. Je kan leidinggevenden om rekenschap vragen. Dus waarom zou men dat nu anders doen? Maar belangrijker nog, er zijn niet alleen maar vermoedens van corruptie. Heel veel loopt en is al gesanctioneerd bij de rechter. Dus wat gaat de NDP onder de nieuwe leiding anders doen? Er zijn vermoedens en je hoort mensen praten over gratie en dat soort zaken. Dus dat moet ook geadresseerd worden. Maar als eerste, wat gaat de NDP anders doen onder de nieuwe leiding als het gaat om anticorruptiebeleid? Als het gaat om hoe gaan we het geld verdienen om de schulden terug te betalen? Maar belangrijker nog, hoe gaan we het land naar een andere situatie koersen dan wat we gewend zijn om te zien van de NDP? Suriname verkeert momenteel in een financiële crisis. Denkt u dat dit nog te redden is? Ja, veel jongeren van Suriname stellen deze vraag en niet nu in 2024, we horen dat al. Waarom deze vraag heel belangrijk is om te beantwoorden. Het is een van de vragen waar er geen antwoord op komt, die heeft geleid tot brain drain. De zaken die we ervaren, crisis, eigenlijk meervoud, ervaart ons land vanaf 2015. In Suriname merk je dat bepaalde processen gaande zijn, maar het neemt tijd voordat de samenleving zich bewust ervan is. Sommige personen een beetje eerder dan anderen. Dus we hebben verschillende crises meegemaakt, maar veel daarvan zijn niet opgelost. De huidige regering kijkt met name naar de fiscale crisis, de crisis die te maken heeft met het beheer van de staatsmiddelen. Gelukkig dat het IMF er is om de overheid daarin te adviseren. En helaas moeten we constateren dat ook nu, oktober 2024, er nog veel te doen is. Kijk maar, ook nu, as we speak, zien we dat de wisselkoers weer aan het lopen is. En dat is een direct resultaat. Dat is een direct gevolg omdat die staatshuishouding, zoals we dat noemen, nog steeds niet in balans is. De overheid heeft steeds de pretentie om meer geld uit te geven dan wat er binnen is. Aangedreven door de politiek met een paar maanden voor de verkiezing ontstaat altijd de neiging in Suriname om zoveel beloftes te doen. Meer salaris uitgeven, meer geld voor campagnevoering, meer zaken waarvan je afvraagt van is dat wel nodig. We hebben zoveel prioriteiten voor de gezondheidszorg, criminaliteitsbestrijding, onderwijs. Waarom wordt daar het geld niet aan gegeven? Omdat we direct gaan zien dat het land beter gaat performen dan waar het geld nu naartoe gaat. De crisis valt te redden, maar er zijn meerdere crisis. We moeten wel goed daarin een ordening hebben. Het winnen van verkiezingen is belangrijk voor de politiek, voor politici, maar dat is secundair voor mij als een econoom. En ik begrijp natuurlijk wel dat er een
een groot spanningsveld is tussen wat wetenschappers, niet alleen maar economen, maar alle typen van wetenschappers vinden. Wij gaan voor een lange termijn visie en groei van Suriname en dat de politiek misschien geen boodschap daaraan heeft. Toch zou men een boodschap moeten hebben omdat de politiek in Suriname, eigenlijk elke politieke partij zit nu al decennia, is al decennia gevestigd. Elke politieke partij in alle eerlijkheid heeft al in het machtscentrum gezeten. Ze geven de grootste partijen vaak de schuld waarom het niet is gelukt. Maar ook zij moeten nadenken aan de lange termijn strategie in harmonie met wetenschappers. Veel van de crisis is te bestrijden. Veel van de crisis moet nu bestreden worden, want we merken dat ons land bijzonder buitengewone kansen tegemoet gaat. Maar als we niet goed begrijpen hoe we de crisis gaan vertalen in succes, gaan ook deze kansen helaas door mismanagement verkeerd gebruikt worden en niet veel betekenen voor de samenleving. Dus ja, er is hoop, maar die hoop moet wel vertaald worden in concrete plannen. En ik denk dat hier een belangrijke rol is voor de media, voor maatschappelijk middenveld, de VES is een maatschappelijk middenveldorganisatie, wetenschappers, dus de Universiteit van Suriname, private sector. Want als wij het niet doen, moeten we niet verwachten dat de politiek het voor ons gaat doen. Heeft u een boodschap die u nog wilt toevoegen of aan de samenleving wilt geven? Ja, precies. Dus in dit vraaggesprek hebben we veel teruggeblikt op de regeringen waarbij de Nationale Democratische Partij, meneer Boutersen, maar ook mevrouw Jenny Simons een rol hebben. Maar er is ook een belangrijke rol voor de andere politieke partijen. Als samenleving gaan we straks stemmen. En als samenleving moeten we de politiek, die wil hebben dat we op hun stemmen, een aantal vragen stellen. Twee daarvan is: waarom moet ik jou geloven dat je anticorruptie bent? Wat is jouw gedachte over het anticorruptiebeleid? Heb jij jouw vermogen al laten registreren? Wie zijn de donoren binnen jouw politieke partijen? Hoe weten wij zeker dat als gestemd wordt op een bepaalde politieke partij, dat degenen die financierder zijn van deze politieke partij niet begunstigd worden met vergunningen, friends and family en nog meer? Maar belangrijker ook, hoe denkt een politieke partij Suriname uit de periode die we al 50 jaar meemaken te gaan brengen? Wat is de concrete visie van politieke partijen als het gaat om ontwikkeling, financiële inrichting, het brengen van Suriname naar een andere type van hoofdstuk dan wat we al meegemaakt hebben? Pas als politici een antwoord hierop hebben, moeten wij gaan nadenken als electoraat of ze interessant genoeg zijn om te gaan stemmen. Ik vraag de samenleving om goed hierover na te denken en niet te gaan voor politieke partijen die het houden op populisme en het strooien van geld, want vermoedelijk hebben zij dan geen ontwikkelingsvisie. We weten al 50 jaar dat partijen die geen ontwikkelingsvisie hebben ons ook niet brengen naar het niveau dat we willen hebben, vandaar dat we onafhankelijk zijn geworden als land. Dat was het voor wat betreft deze aflevering van Sranang Tori. Bedankt voor het willen kijken. Heeft u een onderwerp dat u wilt belichten, kunt u ons gerust een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Sranang Tori. Snel, scherp, altijd bij de tijd.